Mooie stranden met goede voorzieningen die goed onderhouden worden. Dat is wat de gemeente Dronten voor ogen ziet voor de stranden langs het Veluwemeer. Wethouder Irene Korting presenteerde de voorlopige plannen gisteravond aan de ondernemers van de kustlijn. En in die plannen heeft iedereen een eigen rol. Dat betekent als je denkt aan openbare toiletruimtes, dat je kijkt naar hoe is het beheer van de openbare groene ruimte en de voorzieningen. Daar gaan wij over en dat pakken we op. Daarnaast zijn er natuurlijk ook initiatieven van ondernemers en daar zijn ook zij verantwoordelijk voor. Denk aan speeltoestellen of denk aan evenementen en die kunnen ze zelf ook oppakken. De diverse strandjes moeten allemaal een eigen identiteit krijgen. Bijvoorbeeld een strandje voor liefhebbers van rust. Eentje voor gezinnen met kleine kinderen en het volgende strandje zou dan juist meer activiteiten kunnen organiseren. Ongeveer 30 ondernemers waren aanwezig bij de presentatie. Leuk die plannen, maar de uitwerking is nog onduidelijk, zeggen diverse aanwezige ondernemers. Niet, er moet wel wat gebeuren. Alleen ik denk dat het wel weer bij de ondernemer komt te liggen. Ja, wat komt er dan te veel bij die ondernemer te liggen? Het kostenplaatje. Wat vindt u van de plannen? De plannen zijn goed, maar de uitwerking zal moeten blijken. De raad heeft nog geen beslissing genomen. Het papier is er en nu de uitwerking, we zullen het zien. Is het nou helemaal duidelijk wie nu eigenlijk wat moet gaan doen? Nee. Nou ja, wat duidelijk is, dat blijkt wel de afgelopen 20 jaar, dat de ondernemers alles moeten doen en alles moeten betalen. Maar de ondernemers mogen eigenlijk niks doen om inkomsten te genereren, want je moet wel heel veel koffie en appelgebak verkopen, wil je de kosten van het strand eruit halen. Dat is een vaak gehoorde klacht bij de presentatie. Gemeente, waar was je de afgelopen decennia? De ondernemers vinden dat ze overal alleen voor hebben gestaan, zegt Jelbert Haagsma, een van die ondernemers. Hier is het strand in al jaren bijna niks aan gedaan, buiten ons om. Dus wij hebben het gezorgd dat het netjes is, maar de gemeente heeft er niks aan gedaan. Dat vind ik gewoon niet eerlijk. Het kost echt bakken met geld om en de waterlijn voor elkaar te hebben en het strand elke keer op orde en het afval elke keer opgehaald. Dat ga je als club ga je dat nooit trekken, dat kan niet. Dus u zegt ook, gemeente, kom over de brug als je wat moois wil. Ja. Niet promoten met een strand waar je niks aan doet. Dat kan niet. Wethouder Korting wil daar verandering in brengen. Ze wil met elke ondernemer afspraken op maat maken. We gaan nu in de vervolgfase contracten opstellen. Beheerovereenkomst samen met de ondernemers. En het ambitieniveau is daar natuurlijk wel bepalend in. Dat wat een ondernemer oppakt en dat wat de gemeente doet. Nou ja, ik denk wel dat we uiteindelijk op een bedrag uitkomen wat ook echt wel redelijk staat. Nou, die ondernemer vindt vooral, ik heb er een paar gesproken hier, die zeggen, die gemeente die wil dat wij veel te veel doen. Nou kijk, het is iets wat we samen natuurlijk doen en de ondernemers zijn zelf ook aan zet, met name de recreatief ondernemers. Maar wij nemen onze verantwoordelijkheid om de basis op orde te brengen en ik denk dat dat ook echt hoog tijd is. De plannen moeten nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De verwachting is dat dat nog voor de zomervakantie gebeurt.